Welkom op het kersenteelbedrijf van de familie Hakker. Wij telen hier zoete kersen. En hier is ook tevens de mogelijkheid voor het plukken van uw eigen kersen. Als u dat graag wilt, komt u hier binnen. U ziet ons kersenkraampje hier staan en daar meldt u zich eventjes. Bij de dame die achter de kraam staat en die zal u het volgende uitleggen. Als u zelf kersen wilt plukken, dan gaat u met ons mee naar beneden, naar de sorteertent. En daar krijgt u een mandje. Afhankelijk van hoeveel u plukt, krijgt u een klein mandje of een groot mandje. In een klein mandje gaat 1 tot 1,5 kilo en in een grote mand gaat ongeveer 5 kilo. Hetgene wat u plukt, bent u ook verplicht om af te nemen. Want wij kunnen die kersen immers niet meer verkopen. Wij weten niet wat u plukt. Dit is een klein mandje van 1 tot 1,5 kilo. En de grote manden hebben we momenteel niet. Als u kersen gaat plukken, is het belangrijk dat u de kersen plukt met een steeltje. Want als u kersen plukt zonder steeltje, zit er een gaatje in de kers en is de kers minder lang houdbaar. Natuurlijk zijn de grootste kersen en de donkerste kersen het lekkerste. Pluk die dan ook van de boom. Het is belangrijk om de bomen niet te beschadigen. Dus pluk geen takjes mee, pluk geen bladeren mee en ga vooral niet in de boom klimmen. Dit is de grote hoendrik. Hier gaat ongeveer 5 kilo in. Door middel van de haak kunt u hem aan de tak hangen en kunt u de mand vol plukken. Als het mandje volgeplukt is, komt hij terug naar de sorteertent. Daar worden de kersen uitgekiept op tafel en in kilobakjes gestopt. De kilobakjes worden vervolgens ook gewogen. Vervolgens gaat u naar boven toe, terug naar de kersenhut en rekent u de zelfgeplukte kersen af. Klaar.